blijven we altijd tot laat hangen bij Matty's late avond barbecue. En waarom kopen jullie elke keer een t-shirt? En waarom koop je dat shirt altijd voor we gaan eten? Betere vraag. Waarom draaft Ray altijd door en dreigt hij iedereen te ontslaan die eerder weg wil? Net als iedereen die je salade wil bestellen, Piper. Het was een broodje warm vlees met koolsla. Als het sla heeft, is het een salade. Ja, gast, pak er maar aan. Wacht, zijn jullie net ook over een meisje heen gestapt? Wanneer? Waar? Ik heb last van vleeskoorts, dus ik kan nauwelijks nog iets zien. Ja. De lucht. Wat doet ze daar? Ik zei het al. Wat doe je hier? Dat? Ik ben op zoek naar Captain Man. Captain Man? Wat is jouw winkel? Dat is belachelijk. Toch mensen? Dat is zo. Schwartz haalt snel de geheugenwisser. Oh, vinden jullie dat grappig? Let op wat er gebeurt als je blijft lachen. Hey, kijk hier. Nee, we lachen niet. Ik moet Captain Man spreken. En ik maak mezelf niet los tot ik hem zie. Luister, het spijt me, kleine meid. Maar wij zijn duidelijk allemaal niet Captain Man. Ik bedoel, kijk ons nou. Nou, ik bedoel... Ik zou hem kunnen zijn. Ja, maar jij bent hem niet. Ja, maar als iemand van ons Captain Man kan zijn, dan denk je toch het eerst aan... Mij. Alles oké. Okay. Hou je vieze mond, Schwartz. Ja. Rustig, rustig. Waarom zou je denken dat Captain Man hier bij deze winkel zou komen? Iemand heeft op internet alle locaties van de missies van Captain Man verzameld, de afstand gedeeld door de reactietijd en via Doodle Maps bepaald dat hij ergens in de buurt van deze winkel woont. Wat? Ja, dat is helemaal niet zo. Dat is onzin natuurlijk. Schwartz, waar is die geheugenwisser? Wacht. Als je Captain Man wil spreken, waarom bel je zijn noodnummer dan niet? Dat kan niet. Natuurlijk wel. Dag en nacht open. Dag en nacht. Ik heb geen telefoon, oké? Okay? Ik ben telefoonloos. Wow. Jij arm kind. Mobielloosheid is een groot probleem hier in Swellview. Ja. Nee, absoluut. Ja. Ik bedoel, het kan iedereen leren. Ja. Vertel ons wat er gebeurd is. Mijn naam is Lula Elena Chapa de Silva. Ik had ooit een telefoon. Het was mijn eerste. Hij was schitterend en ik hield van hem. Ik weet mijn eerste telefoon ook nog heel goed. Mijn telefoon en ik waren altijd samen. We waren gelukkig. Maar toen heeft een jongen hem gestolen. Hij zei dat hij wilde chatten met een puppy. Ik geloofde hem. Ik was zo jong. Wanneer is dit gebeurd? Vorige maand. Dat is niet zo lastig. Sindsdien loop ik van dorp naar dorp. Op zoek naar El Chico que robó mi phone. Wat? Oh, de jongen die mijn telefoon pikte. Klinkt beter in Spaans. Ja, zeker. Daarom. Nou, dat is allemaal heel verschrikkelijk. En succes met het vinden van je lolly, Tammy. Mijn naam is Chapa. Oké, vergeet je ketting niet. Hé! Nee! Kom maar! Probleem opgelost. Hey, wie heeft de trek in nog wat barbecue, hè? Ik ga me even opfrissen. Ik ga niet weg voor ik Captain Man gesproken heb. Misschien kan de vieze burgemeester nog wat regelen, zodat ik toch geslaagd ben of zo? Huh? Wat? Nee. Hij vervult maar één wens per bijeenkomst, oké? Dus als iemand bij hem gaat lopen slijmen om een wens te mogen doen, dan ben ik... Slijmen? Nou, wie is Henry? Niet hij. Oké. Wacht, kom terug. Ik kom terug. Waar is de vice-burgemeester? Die is op vakantie met mam. Wat? Wauw, nice. Wat? Ik moest dit laten zien als jullie kwamen. Get danger, Captain Man. Het zal wel. Ik ben de vice-burgemeester, niet de voorleesmeester, dus ik ga gewoon verder. Jongens, dit hier is boos.
Hey, Captain, en Kid Danger. Hey, toekomstboos. Hey, oude boos. Dat ben ik. Ik ben gisteren met Boos' zijn moeder getrouwd. En daarom mag ik nu op vakantie. Met haar. Niet met Boos. Dus hij is nu jullie verantwoordelijkheid. Wat? Pas op hem, voer hem, verschoon zijn luiers. Je ziet maar. Ik ben over 2 dagen terug en zijn moeder heeft me verzekerd dat ze het merkt als jullie hem verwisselen met een ander kind. Dus laat maar uit je hoofd. Doei! En als je hem ongeschonden weet te houden, dan komt er misschien een standbeeld voor je in de toekomst, als je snapt wat ik bedoel. En wat ik bedoel is, dan krijg je een standbeeld. Yes! Yes! Tot over 2 dagen. Zet dit ding nu maar uit of kijk snel weg. Tenzij jullie me willen zien in de allerkleinste zwembroek van de hele wereld. Nou, dat is goed. Dankjewel. Kom mee, vriendje. Hey, we kunnen hem niet zomaar meenemen naar de mancave. Maar dan zoeken we een smoes om hem te dumpen bij Jasper, Shiper en Char. Charlotte, oh sorry, kom eens niet. Nou, volgens mij wel hoor. Ja, nu weet je het. We kennen ene Charlotte. Leuk, ik maak graag kennis met haar, Jasper, Shiper en Henry. Kom mee. Gast, nee, we kunnen dat joch toch niet achterlaten bij die schmensen, want die zijn een nacht in de woestijn. Huh? Zelfs Shiper? Ja, zij gaat ook al studeren. Nog voor Shou? Ze is eerder klaar dan Shou, serieus? Ze zat heel lang op zomerschool en ik kan niet gaan showen voor wat me nu allemaal vershopt. Kijk nou uit! Dit kan echt heel gevaarlijk zijn voor mijn kans op een standbeeld. Au! Hey, kom terug! Hey. Oh mijn god, is dat mijn standbeeld? Oh wauw, ik had het grote verwacht. Maakt niet uit, maak het open, ik wil mijn standbeeld zien. Er zit helemaal geen beeld in die kist. Huh? Wat is dit dan voor ding? Wow, is dit een mancave? Wie is dat? Oh, dit is Boos, de stiefzoon van de vice-burgemeester en wij moeten op hem passen. Wie is dit? Shiper? Jasper? Oh nee, dit is Schwartz. Schwartz, zo, dat denk ik het terug. Aangenaam, Schwartz. Ik zou die geheugenwisser maar weer eens opzoeken. Doe ik. En wat doet dat ding dan? Oeh, misschien hoeft het niet, Ray. Wie is Ray? Oh ja, oké. Okay. Wacht, Schwartz. Wat is dit ding? Dit is voor het gesprek dat Kid Danger heeft met de burgemeester van Anderstad. Oh, nee. Wat voor gesprek? Is dat vandaag? Hij is gevraagd om superheld te worden. In Anderstad. Ga de geheugenwisser zoeken, Schwartz. Ik hoor het wel als je die baan hebt. Okay. Doei! Oh ja? Luister, ik kan het uitleggen. Dus hoe lang denk je er al over om bij me weg te gaan? Luister, ik wil echt niet bij je weg, oké? Okay? Ik wil die baan in Anderstad. Waarom staat die kist dan hier? Omdat de burgemeester me maar blijft bellen, oké? Okay? Dus ik dacht dat ik hem beter gewoon kon laten komen, zodat ik nee kon zeggen en daarmee klaar. Ja, oké, okay, ja. Ik zeg, laten we maar kijken dan. Alles uit Anderstad is toch gesurfd. Kid Danger, Anderstad zoekt een superheld en ik dacht aan jou! Dit ziet er niet suf uit! Wat wil je toch? Je verstoort onze telefoontijd! Oh ja, mijn fout. Die Force, het is gewoon... Kid en ik zitten in wat probleempjes verstrekt. Kom maar, kom maar goed, we verzinnen wel wat, jongen. Nee. Ze moeten ons helpen ontsnappen. Zet. Nu, kom ons helpen! Sorry, Captain Man zei dat jullie dit zouden afhandelen. Ze heeft gelijk, Kid. Dat heb ik inderdaad beloofd. En beloofd is altijd beloofd. Kom alsjeblieft. Zeg maar wat jullie willen. Captain Man zorgt ervoor. Wat? Een rondje in de mainkop. Wow. Willen jullie 11 uur puppies? Dan krijgen jullie die, maar kom gewoon. Kom alsjeblieft helpen. Puppies! We komen eraan. Kom op, Kid. Waar heb jij opeens last van? Oké, ik zal maar eerlijk zijn, gast. Dystopia is echt heel eng. En ik heb problemen met mensen die te kwaadaardig zijn om uit te kunnen leggen. Waaronder een huurmoordenaar genaamd Blackout die de zielen van mensen opeet. En hij is op zoek naar mij. En dus kwam ik naar Swelvio om te schuilen in het mensnest, maar hij heeft me gevonden en hij gaat onze zielen opeten. Dus je bent niet in Swelvio voor mij? Wat? Dat is eigenlijk wat je zei. Nee, dat ook, maar ik wil ook niet dat mijn ziel wordt opgegeten. En ik had nog wat vast liggen. Dat is Blackout, gast. Ja, iemand is de energierekening vergeten, hè? Nee. Het licht gaat altijd uit voordat Blackout er is. Oh, dus hij kan het licht uitdoen? Ah, oh, ik ben zo bang. Lach me niet.
niet uit. Wat kan hij nog meer? De versterker loskoppelen terwijl je gitaar speelt? Hé, wacht eens even. Volgens mij heeft Slots dat net expres gedaan. Oh, ik had nooit moeten komen. Het spijt me dat ik je dit aandoe, man. Ah, relax. Die gast heeft niet eens een wapen. Oké, die nemen we mee naar huis als we klaar met hem zijn. We zijn er geweest. Wacht. Ik weet een goede opener. Hier komt die. Klop. Normaal gesproken zeg jij dat nu. Wie is daar? Hey, mij moet je hebben. Eet mijn ziel op. Doe wat je wil als ik dood ben. Maar doe mijn vrienden geen pijn. Man. Dat hoe mis je de vloer, Ewol? We zijn er tenminste. We hadden in een ander land kunnen zijn, aansteller. Hé, waarom is het licht uit? Door blackout. Hij is een huurmoordenaar. Het is zo... Gestopt met luisteren. Hey, mijn grap was nog niet klaar. Ik zei... Klop. Bedankt, die hou je te goed. Doei. Die enge gast staat daar nog. Captain Man kan er makkelijk aan, toch? Wacht. Ik zeg dus klop. En dan zeg jij, wie is daar? En dan zeg ik, mijn vuist. En voordat jij dan, mijn vuist wie kan, zegt... Alright, ik zie jullie later. Schwartz mag mijn vieze was houden. Blijf hier en help ons hem te verslaan. Ja, volgens Captain Man ben jij de beste superheld die jij ooit heeft gezien. Dat zie ik hem niet snel zeggen. Hij zegt ook dat je verrassend goed kan zingen. Ja, ik ben wel oké. Captain Man zegt dat wij amper iets kunnen. En dat wij vier nooit zo goed zullen zijn als jij was. Nou, jullie kunnen toch best wat? Als je hier blijft, dan laten we je wat zien. Ja. We zullen hem verslaan. Met z'n allen. Poeh. Was dat te? Dat was net iets te, hè? Veel net iets te. Ja, net iets nee. te. Een beetje. Ja, een beetje dan. Waarom ga je niet gewoon dood? Ben je zover? Nou, kom maar op dan. Blackout, wat krijg je als je een eend kruist met een shih tzu? Blackout. Blackout! Oké, ik gun het jullie deze ene keer. Kom maar. Loop maar. Goed zo. Kom maar. Ga maar zitten. Ja. Nee! Oké, we hebben alle eenden op een rij. Nee! Vlieg weg, mooie eenden! Eenden kunnen niet vliegen. Wat een sukkel. Er stond 1701. Misschien is dat wel de code voor de deur. Slim. Het is ons gelukt. Ja, maar om preciezer te zijn is het Mika gelukt. Het is ons gelukt. Hey man. Wat is er met die stenen muur? Wauw, ik had niet verwacht dat jullie alles zouden oplossen. Maar voor het geval dat, had ik een alternatief plan. En heeft mijn wapenassistent een tweede muur van stenen gebouwd. Dat is niet eerlijk. Het is ook niet eerlijk als iemand je frintelfabriek opblaast. Het waren zelfs twee fabrieken. Dit helpt niet. Sorry jongens. En de twee onschuldige kinderen die vastzitten in mijn boosaardige plan. Zeg nu maar voorgoed, vaarwel. Nee. Ik had het kunnen weten. Ik zei Dimitri nog dat ik geen timer wilde. Hallo Dimitri. Ja, ik bel over het boemstagapparaat. Ik heb niet gevraagd om... Het spijt me. Hoe gaat het Dimitri? Hoe bevalt de vakantie? Maar wat gaan we nou doen aan dat boemstagapparaat? Helemaal niks. Er komt wel iemand met de oplossing. Waarschijnlijk Mika. Jongens.
Ik geloof dat ik de oplossing heb. Mijn hemeltje. Wat een verrassing. Kom allemaal hierheen. Bij elkaar. Nee, dat mag dus niet. Trek gewoon los. Nee, hij staat onder schoon. Het klinkt als een klusje voor de manmond. Allemaal opzij. Ik ben roken. Dit gebeuren! Wacht eens even. Hij is niet uitgeschakeld. Dit was alleen het kabeltje dat het scherm bedient. Ha, jullie sukkels hebben niets opgelost. Dit apparaat staat nog gewoon aan. Ja, dat weten we. Maar nu zitten wij in de boemdichte kist. En jij staat daar bij het woensdagapparaat. Ja. Ik zie je wel weer, Fruttleman. Als eenden vliegen. Fruttles! Rustig aan met mijn haargel. Dat spul kost $300 per tube. Oké, ja. Het is 500. Niet opeten. Oh, ik ga dat niet aanzien. Hey, alles oké? Wat ik... Wat? Hoe ben jij? En wat heb je? Wat heb je? Wat doe jij hier? Oh, mijn stiefvader zei dat hij Captain Man een standbeeld geeft. Oh, als hij... nee, vriendje. Ik had het tegen Drax. Wat doe jij hier? Dat heb ik al uitgelegd. Jullie stuurden me naar het verleden. Ik train de holbewoners jullie te haten. Ingevroren, bladibla, lang verhaal in het kort. Ik ben terug. Er is nog iemand terug. De opgever. Ik ben geen opgever. Oh, dus je komt sorry zeggen en smeek om je oude baantje? Wat? Nee, waarom zou ik... Excuses aanvaard. Welkom terug. Nee, maar... Ik heb je gemist. Ik wil gewoon dat alles weer het oude wordt. Ik wil mijn baantje niet terug. Dan ontsla ik je weer. Excuses niet aanvaard en ik merkte amper dat je weg was. Ik kwam terug omdat ik dacht dat je in de problemen zat. Maar er is duidelijk niets aan de hand. Oh, dus. Serieus. Nou, het lijkt erop dat je bent vastgebonden. Nou, dat ben ik niet. Dus nou, je bent goed wijs, want ik zie je zitten. Ik wacht op het moment om los te breken. Zoals nu. Nu is niet het moment. Oké, ik ga je wel helpen. Nee, ik hoef je help niet. Drax, stop hem. Met plezier. Gronk, Dork. Ik moet alles ook schoon. Gronk, Dork, shit. Zit. En blijf. Goed hoor. Goed hoor. Als je je baantje niet terug wil, waarom heb je dan je uniform aan? Ik moest mijn ouders laten zien dat ik echt Kid Danger ben. Goed, ik ben blij dat je... Je ouders verteld? Je bent ontslagen. Ik was toch al gestopt. Goed, Kid Danger, ik ben blij... Heb je ook verteld dat ik Captain Man ben? Nee, maar mijn moeder had het zelf al bedacht. Je ma? Wat vond ze ervan? Mijn vader dacht dat je Jasper was. Wat? Hou nou allebei je kop! Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Heeft iemand jullie wel eens verteld dat jullie gesprekjes heel grappig zijn? Het is gelukt. Jij zei dat het onmogelijk was, maar hier is hij. Schwartz, wat doe je? Drax zei dat ik de geheugenwisser niet kon aanpassen, zodat hij in één keer het geheugen van de hele stad kan wissen. Maar het kan toch. Het is gelukt. Schwartz, ben je Drax aan het helpen? Nee. Ik heb dit gedaan om te bewijzen dat het kan. En op die manier help ik hem. Dus, ja... Zwart smijt! Oh, dat kan ik niet toestaan. Die heb ik nodig voor mijn grote plan. Welk groot plan? Oh, hier komt het. Sick schurkenplan in de maak. Wat ik graag wil is totaal vernietigen waar Captain Man het meest van houdt. En waar houdt Captain Man het allermeest van? Churros, waterklaarbaan. Ja, Henry's moeder. Nee, Captain Man houdt het allermeest van zichzelf. Inderdaad. Captain Man is geobsedeerd door zichzelf en wat andere mensen van hem denken. Dus wat als andere mensen niets van hem denken? Je gaat Captain Man wis uit het geheugen van alle inwoners van Swellview. Goed geraden, Kid Danger! Succes met dat plan, Drax. Hallo, jonge dame. Ik ben de vader van iemand die hier op school zit. Ja, van mij. Dan zal ik me even voorstellen. Ik ben acteur Jake Hart,
Maar noem jij me maar papa. Ja, nee, dat doe ik niet. Zodra ik door die deur loop, is Jake Hart dood. En uit zijn as hij reist. En zo Lula Elena Chapa da Silva. Oké, je moet een paar dingen over me weten. Ik heb geen telefoon. Vertel me helemaal niks over jezelf. Waarom niet? Omdat ik zojuist ben erkend als professioneel improviseur. Oh nee. Ze delen deze niet zomaar uit. Ze kosten $4,000. Oké, cool. Maar je moet doen alsof je mijn vader bent. Dus je moet wel wat dingen over me weten, toch? Mijn certificaat houdt in dat ik mag improviseren. Of alles ter plekke mag verzinnen. Oh nee. De truc is om zowat elke zin te beginnen met ja en. Om vervolgens zomaar wat te zeggen of het nou logisch is of niet. Dat is een verschil. Schrikkelijk plan. Ja, en het is precies wat we gaan doen. Chapa, kom naar binnen. Ik moet op. Gegroet. Ben jij de vader van Chapa? Ja, en dat klinkt geweldig. Jij komt me heel bekend voor. Ja, en dat komt omdat mijn dochter en ik ooit meespeelden in een cornflakes commercial. Echt waar? Nee. Ja, en we kennen de jingle nog. Oh, serieus? Ja, en we gaan hem nu samen zien. 5, 6, 7, 8. Je voelt soms een knaagje. Je voelt soms een knaagje. Je maagje. Je maagje. Pak dan een bak. Een bakje yummies. Vol yummies. Yummies. Oké. Ik ken die commercial nog. Echt waar? Oké, laten we de ouderavond aftrappen met een grote gezellige foto. Mijn ouders zijn er nog niet. Oké, ga toch maar klaarstaan. Dan knallen we hem erop zodra ze hier zijn. Kom er allemaal maar bij staan. Jij mag daarachter, cowboy. Swartz, kom eens hier, man. Ik was even mijn haar aan het wassen. We weten dat je aan het wetenschappen was, viezerik. Schiet op en maak die foto. Oké, eerst eventjes gekke bekken trekken. Druk gewoon op die knop. Met de krant erop. Dan druk ik nu op het knopje. Chapa? Hey. Sorry dat we laat zijn, lieverd. Had dan verteld dat het ouderavond was. Oh, noem me geen lieverd. Zijn dit je echte ouders? Nee, natuurlijk wel. En we wisten alleen dat het ouderavond was doordat we door je spullen snuffelden. Door mijn spullen snuffelden? Omdat we om je geven. Alle ouders doen dat. Ja. Niet cool. Oké, jullie mogen later naar gezinstherapie. Nu moeten we een foto maken. Ik zou nu graag naar gezinstherapie gaan, aangezien dit de 10e keer is dat je doet alsof we niet bestaan. Je 4e verjaardag, je 5e verjaardag. Oké, we snappen hem. Je kunt rekenen. En jij kunt rekenen op onze liefde. Snuffeltijd als heel vast. Wacht eens even. Als dit jouw echte ouders zijn, wie is die man dan? Ja, een acteur die je hebt ingehuurd om je vader te spelen. Ja, en ik doe mijn eigen stunts. Doei! Ik doe vanaf vandaag nooit meer mijn eigen stunts. En ik zit nu op karateles en ik leer inmiddels ook paardrijden. Hoe vaak zit je ongeveer op een paard als je de misdaad bestrijdt? Ongeveer nooit. Ja, maar als het wel een keertje moet? Dan bellen we jou. Ja, dank je. Oh mijn god, ik ga geen meter verder meer deze berg op. Mijn pad eindigt hier. Nou, je pad eindigt precies bij Captain Man's stompstronk, dus goede timing. Oké, en wat nu? Nu moeten we goed rondkijken, denk ik, om te zien of er iets anders is. Perfect! Anders dan wat? Ja, wij zijn hier nog nooit geweest. Oké, goed punt. Kijk dit filmpje maar even. Oh, lieve stompstronk. Soms zou ik willen dat ik gewoon veilig in je weg kon kruipen. Om het in 1 miljoen jaar te schuilen. Hey, hoorde je dat? Ja, je hoort mij lachen. Ik vraag ze of ze gaan kussen. Nee. Hij zei dat hij in deze stronk wilde kruipen om daar 101 miljoen jaar te blijven schuilen. Ja, dus? Dus? Misschien zit hij wel in deze stompstronk. Er zit dus echt niemand in die stompstronk. Hey, kijk uit, man. Oh mijn god, dat is hem. Hij zit erin. Ik had gelijk. Jee, ik zei dat hij erin zat. Oké, ja, goed punt. Oh, hij heeft hem serieus gekust. Ja, maar echt. Die stronk en hij zijn meer dan vrienden. Ja. Oh man. Ik kan dat filmpje beter stopzetten.
Captain Man heeft ongetwijfeld geweten dat het amber in de boomstronk hem 101 miljoen jaar zou conserveren. Dat wist hij zeker weten niet. Maar hij kan niet per ongeluk de perfecte oplossing hebben gevonden. Je zou wat vaker met ons mee moeten gaan. Mocht dat? Nee! Jullie vernielen mijn trapstronk. Chappa? Hallo? Die stronk is niet van jou. De natuur is van iedereen. En dat heet trouwens een stompstronk. Nee, het is mijn trapstronk. Ik kom naar hier en ik denk aan de jongen die mijn telefoon heeft gestolen en dan trap ik. En dan gil ik. Waarom heb je mijn telefoon gestolen? Ben je mobielloos? Oh mijn god. Mobielloosheid is een heel groot probleem in Swellview. Ja, ja, doe je werk nou maar en blijf lezen totdat Captain Man uit die stronk is. Dit duurt me veel te lang. It's hammer time. Wat? Nee, nee, nee. Wat? Wat doe je? Ik ben vrij. Hoe lang heb ik vastgezeten? 101 miljoen jaar en ik kan niet geloven dat je nog leeft. Hé, luister. Ik heb lang na kunnen denken over onze ruzie. Nee, nee, weet je wat? Het is klaar zo, oké? Maak je niet druk. Nee, 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 ik wil één ding zeggen. Ik had 100% gelijk. Meen je dat? En ik aanvaard je excuses in de vorm van een handgeschreven brief of een date met je moeder. Stop! Wow, heb je inmiddels kinderen? Wat? Nee. Even dat jullie het weten, jullie vader is een opgever. Ik ben geen opgever, oké? Okay? En dit zijn niet mijn kinderen. Ik ben geen opgever. Dit zijn Mika en Miles van de Escape Room. Hmm. Je kent ze. Hmm. Oh ja, 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 ja. En Tammy, toch? Is je hamster al terug? Ik heet Chappa. En je weet dat ik mijn telefoon zoek en... Weet je wat, geef die lezer nee, nu... Nee, 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 we hebben grotere problemen. Zoals wat? Zoals Drax een vliegtuig met geheugenwisser gaat gebruiken om jou uit ieders geheugen te wissen. Oh, is dat nog steeds bezig? Dat is vandaag gebeurd. Het voelt als eeuwen geleden. Weet je wat, laten we terug gaan naar de mancave. Gaan we naar de mancave? Wat? Nee, wij twee. Dan zien we elkaar wel op het vliegveld. Drax probeert nu vast iets te huren bij de vliegtuigsuper. Ze hebben waarschijnlijk gelijk. Ja. Wacht. Kom op. Nee. Wat is jouw probleem? Hij is een opgever. Mijn probleem is dat Captain Man en ik terug moeten naar de mancave om het Omega-wapen te halen voor Drax. En jullie drie moeten nu naar huis, oké? Ga naar huis. Familieruzie, ik ga weg. Het zijn niet mijn kinderen. Wij gaan naar de vliegtuigsuper, toch? Boren beren tot het geslacht Ursus? Het antwoord is ja, absoluut. Doet ze altijd zo raar? Het antwoord is ja, absoluut. Niet te ontsnappen. Daar heb ik 30 handige gereedschappen voor. Dat zijn mijn tanden. Hoe kom je daar nu aan? Die heb ik sinds de berg al bij me. Leek me handig. En dat is het. Oh, dat is gelukt. Dan rek ik jou! Schiet gewoon! Dan ben je niet meer onverwoestbaar! En Drax ook niet! Schiet gewoon jouw opgever! Nee, nee, nee. Ik kan er maar niet over ophouden! Oké, hou allemaal je slang goed vast! Wat is er gebeurd? Ik zie helemaal niets! Wie gilt er? Heeft het Omega-wapen gewerkt? Ben ik nog kaal? Ja, het werkt. Hebben we gewonnen? Ik geloof het niet. Maar ik geloof wel dat de hele stad zo ernstig last gaat krijgen van geheugenverlies. Wow! Geweldig!
je bent een tovenaar. Schiet hem neer. Ze is geen tovenaar. De explosie van het Omega-wapen heeft waarschijnlijk haar DNA veranderd. Dus toen ze begon te gloeien is er... Jongens? Ja, zo was dat, ja. Ik geloof dat er iets gaat gebeuren. Je hebt ze laten verdwijnen. Daar heb ik niets mee te maken. Waar is mijn broer gebleven? Blijf liggen! Flinke val. Ja, hier. Pak deze. Wat moet ik nou... Miles? Hallo. Hoe kom jij hier nou weer? Ik heb geen idee. Oké, dat was het vreemdste dat ik... Ja! Mag ik een handje? Ik heb je. Zeg maar dag tegen je held. Nee. Gelukkig is hij onverwoestbaar. Oh nee. Toch niet. Weet je, ik had verwacht dat dit moeilijker zou zijn, Henry. Oh, en nog één dingetje. Ik was altijd een beter hulpje. Boos? Joppa! Wat ben je aan het doen met me? Ik doe niets! Jongens, de Zeppelin verandert ineens van koers. Ja, er lekt gas uit en we schieten alle kanten op. Waar gaan we heen, Schwartz? Recht in de richting van het Swellview Baby ziekenhuis. Hé, hey, een gouden muntje. Nope, het is een gewoon muntje. Waardeloos. Hoe lossen we dit op, Schwartz? Waar was je nou? Op een zeppelin, toen in Italië, toen in de oceaan. En trouwens, holbewoners kunnen niet zwemmen. Luister, volgens mij kan ik teleporteren. Schwartz? Schwartz!